Jordi, terug in de basis. Je eerste goal in het Willem II shirt. En al met al moet je toch een nare gevoel overhouden aan deze avond, denk ik. Ja, ik denk eerst vooral blij met mijn eerste goal bij Willem II. Maar spijtig genoeg verliezen we hier vandaag. En ik denk dat er gewoon meer in zat als de eerste helft. Speel ze lijkt de tweede helft, dan zou je hier niet moeten verliezen eigenlijk. Het was een wedstrijd met twee gezichten. Het eerste uur, was Willem II nou zo slecht of was Twente nou zo goed? Nee, ik denk dat we de eerste helft gewoon slecht spelen. Te weinig diepte. Het spel was gewoon iets minder dan we verdiend speelden. En, de tweede helft pakken we dat dan op en dan zie je dat we meer gevaar krijgen. En dan toch die goal maken en dan proberen die tweede goal te maken. Maar ongelukkig dat die er niet in gaat. Tom schiet daar ook nog een mooie bal tegen de paal die de keeper nog goed redt. En jammer genoeg verliest hij dan vandaag. Wat was nou het punt waarop je meer controle kreeg? Was dat die wissel, Liefdink voor Sol? Ja, dat weet ik niet. Ik denk, Fran heeft hard gewerkt, maar Liefdink is iemand die... meer verdedigend denkt en dan konden wij de bal afpakken en dan meer dreigen in de diepte. En misschien heeft dat geholpen. En, Het was een wedstrijd waarin je een uur lang denkt, we geven Twente een hand na aflopen en ze waren simpelweg te beter. En dan ineens lukt het en ben je heel erg dichtbij. Ja, ik denk het wel met die corner en dan tik ik de bal binnen. En dan ga je toch voor die tweede goal en wil je toch dat gelijkspellen uit de band slepen. En, zoals ik net zei, is het gewoon spijtig dat we hier punten laten liggen, want we konden hier zeker gelijk spelen. Als we de eerste helft gewoon goed speelden, dan kon er ook nog waarom geen winst in zitten. Het was hinkend van het veld. Hoe is het met je? Ja, ik denk goed. Er kwamen een paar krampen in mijn benen, maar ze zijn terug weggetrokken. Dus volgende week moet het terug goed zitten. En zo komt er een einde aan een goede reeks van Willem II, helaas. Ja, zeker helaas. Ik denk dat we de laatste weken gewoon minder goed spelen, maar toch die punten pakken. En vandaag is er dan een punt einde aan gemaakt en nu moeten we gewoon opkijken naar volgende week en dan volgende week weer winnen.